Een allergie op een COVID-vaccin komt uiterst zelden voor. Mensen kunnen allergisch reageren op de vaccins als ze weten dat ze allergisch zijn aan bepaalde hulpstoffen in de vaccins, vooral dan de polyethyleenglycol of PEG en de polysorbaat 80. Je kan je gerust laten vaccineren als je allergisch bent aan voeding of aan latex of bijvoorbeeld bij een allergie voor bijen en wespengif. En ook allergieën voor inhalatieallergenen zoals boompollen, graspollen of huisstofmijt vormt geen enkel probleem. Je kan best advies vragen aan een arts voor je laat vaccineren als je in het verleden al een reactie gedaan hebt op een vaccin of op medicatie die moet ingespoten worden of als je reageert op heel veel verschillende soorten medicijnen. De kans op een allergische reactie na een COVID-19 vaccinatie is zeer klein. Bovendien ben je in het vaccinatiecentrum ook in goede handen. Er is altijd een arts aanwezig en er is noodmedicatie voorhanden indien nodig.